Als je besluit om taalvrijwilliger te worden, dan word je niet zomaar in het diepe gegooid. Je kunt dan een gratis taaltraining krijgen om zo jouw taalmaatje beter te kunnen begeleiden. En hier achter mij wordt vandaag de eerste les gegeven aan een nieuwe groep taalvrijwilligers. En wij mogen even mee om een kijkje te nemen. Goedemorgen. Hi. Hi. Als mensen de taal natuurlijk nog nauwelijks kennen, dan zullen ze veel begeleiding nodig hebben. Kan iedereen zich ook zomaar aanmelden voor deze training? Ja, iedere taalvrijwilliger kan zich aanmelden via diverse instanties in Eindhoven. Ik herken wat Casper zei. Op vakantie moet je ook altijd in de taal komen. En in het begin moeten die woorden, dan heb je ook niet het volledige vocabulaire van die taal. Ja, goed om te zien dat ze hier vragen kunnen uitwisselen. Ze hebben, maar ook dat ze mensen bewust maken van hoe het nou is om niet de Nederlandse taal te kunnen lezen en schrijven. Dus we worden hier goed bij de les gehouden. Handig, kan je nog even thuis nadenken? Ja, het is van de handout van de les. Wat is u tot nu toe opgevallen aan deze taalles? Nou, de gevarieerdheid van de deelnemers, van de cursisten die hier zitten. Het zijn niet allemaal mensen die een taalachtergrond hebben. Niet allemaal docenten, net als ik toevallig wel ben. Maar er zit bijvoorbeeld een tandartsassistent bij, iemand die een administratieve functie heeft. Allemaal totaal verschillend. Dus iedereen kan in principe taalvrijwilliger worden. Ja, iedereen die Nederlands spreekt. Die Nederlands spreekt, ja, kan taalvrijwilliger worden. Ben je nu enthousiast geworden en wil je ook taalvrijwilliger worden en deze cursus volgen? Of heb je juist hulp nodig van een taalmaatje? Meld je dan aan op de website.